Het huis waar de man vannacht met knallende ruzie is uitgerend, staat in de buurt bekend als een Polenhotel. De Poolse tuinbouwers die hier wonen, werken in de kassen in de omgeving. Volgens de buren was het te verwachten dat het een keer uit de hand zou lopen. Wij zijn altijd agrarische mensen, we hebben altijd vrijgeleefd op de Noordammerweg En nu. Wordt er toch wel een beetje als je naar bed gaat, zou er niet iets gebeuren vannacht? Er is overlast, ze lopen regelmatig dronken over de straat heen. En uh, ze gooien blikjes in de kant en noem het allemaal maar op. De bewoners maken zich zorgen over de extra woningen die achter het bestaande huis worden bijgebouwd: een nieuw polenhotel. Dit is echt vraag om problemen natuurlijk. Er komen hier meer dan 100 miljoen mensen komen er wonen. In de schuur wonen er ook nog 35. Je gaat ze nu allemaal op een kluifje douwen En uh, ja, ze staan erom bekend dat ze graag een bordeltje lusten. En uh, ja, dan is het feest compleet. Ze vrezen dat de problemen in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Wij als, als bewoners hier benen wij wel geschrokken. Ik denk niet dat dit, dat dit, dat dit de laatste keer is dat zoiets gebeurt. Ik hoop het wel, maar ik denk het niet.